TV-magazine van Gooi TV. Met deze week onder meer een grote brand bij Vliegveld Hilversum en de laatste reis van Bibian Menthol. Maar nu eerst een feestelijke paasverrassing. Bij het blauwe hek van het entreegebouw van Kasteelmuseum Siepenstein in Loosdrecht hadden medewerkers paasverrassingen ingezameld van diverse basisscholen in de regio. Ze zijn bestemd voor bewoners van de zorgcentra van de stichting Innovum. 700 tekeningen en verhaaltjes. Ook mooie doosjes met al eitjes daarin helemaal verpakt. En we hebben als dank, want we zijn ontzettend dankbaar dat alle kinderen en alle scholen en zo meedoen, hebben wij als dank deze pakketjes gemaakt. Dus voor ieder kind een klein paasgroetje van ons. De oogst werd verdeeld over een paar manden en eventueel konden die woensdagmiddag nog bijdragen nageleverd worden. Deze keer kwamen de tekeningen, verhalen en knutselwerkjes van de Lindenschool in Loosdrecht, de Sterrenwachter in zowel Loosdrecht als Hilversumse Meent, de Sint-Antoniusschool in Kortehoef, Hobbedop in Weesp en de Van Hasseltschool in Hilversum. Maar verschillende andere scholen hebben aangegeven bij een volgende gelegenheid ook graag mee te willen doen. Een kleine greep uit de bijdrage van nu. Ontzettend leuke vondsten, ja. Ja. Als ik er eentje mag voorlezen. Het paasverhaal van Jesse. Er was eens een klein schattig haasje en hij heette Bram. De moeder had hem achtergelaten. Hij moest voor zichzelf zorgen. 7 jaar later. Op een dag zag Bram een kuikentje. Hij heette Olivier. Ze vonden elkaar meteen leuk. Het was warm, dus bommetje! De stroming was te hard. Haas Bram kon er nog wel uit. Hij zag dat Olivier wegdreef naar een waterval. De haas Bram moest er weer inspringen. Hij was net op tijd. Gelukkig was hij zo sterk dat hij tegen de stroming in kon zwemmen. Vrolijk Pasen. De tuin staat vol met bloemen. Heb jij ze al gezien? En weet je ook hoeveel er staan? Wel 5 of 6 misschien? Er vliegen kleine beestjes. En weet je wat die doen? Ze geven elke bloem vandaag een hele dikke zoen. En waarom doen die beestjes dat? Waarom zijn ze zo blij? Gewoon omdat het lente is. De winter is voorbij. In de loop van de ochtend van Goede Vrijdag kregen ze bij de Beukenhof in Loosdrecht dubbel bezoek. Kinderen van de speelhoeve kwamen de bewoners iets lekkers brengen en ook vooral gezellig zwaaien naar de opa's en oma's achter glas. En de paastekeningen, kaarten, knutsels en verhaaltjes verzameld bij Siepenstein werden er aangeboden. Vanuit de Beukenhof worden die verder verdeeld naar de andere zorgcentra van Innovum, Veenstaten in Kortenhoef en Gooierserf in Hilversum. Na het succes van een soortgelijke actie rond de kerst is besloten er een traditie van te maken en de senioren met kerst en met Pasen op deze manier te verrassen. Aan de Rading in Hilversum op de grens met Loosdrecht brak in de nacht van 1 op 2 april rond 2:30 brand uit in een loods en een woning. De bedrijfseigenaar woonde met zijn gezin bij zijn bedrijf Maintain a Plain. Ze konden tijdig het huis verlaten. Het bleek al gauw om een grote brand te gaan, waar het brandweerkorps van Loosdrecht hulp kreeg van korpsen uit de wijde omgeving. In de 2 loodsen stonden een stuk of 20 vliegtuigjes, deels voor onderhoud, deels voor opslag. Er was ook brandstof aanwezig, wat tot ontploffingsgevaar zou kunnen leiden. Uit voorzorg werden ook bewoners van de nabijgelegen Dominee Versteegstraat uit hun huizen gehaald en opgevangen in het gemeentehuis van Weidemeren. Er waren heel wat tankwagens met water nodig om de brand onder controle te krijgen. Vrijdag rond het middaguur kwam er toch weer rook uit de panden, maar dat was snel onder controle, waardoor het technisch onderzoek naar de brand kon worden voortgezet. Daar werd onder meer een drone voor ingezet. In de beide loodsen van het bedrijf had een stuk of 20 vliegtuigjes gestaan. De brandweer heeft de meeste toestellen tijdig naar buiten kunnen duwen. Uiteindelijk bleken er 5 totaal los. Sowieso moeten de anderen ook goed nagekeken worden. Uiteindelijk bleef de tweede loods gespaard. In de loop van vrijdagmiddag werd de conclusie getrokken dat er geen sprake is geweest van brandstichting. Toen de afzetting was opgeheven, konden de vliegtuigeigenaren het terrein op en werd duidelijk hoe vernietigend de brand is geweest. Hoe het zit met verzekeringen en zo is niet bekend, maar wel dat zoiets vaak lang duurt. Niels Kinneging, vriend van eigenaar Ronald, is meteen vrijdag een crowdfundingsactie gestart onder de titel Help Ronald uit de brand. En die actie is een groot succes.
Ronald en zijn vrouw en dochter zijn op de kleren na die ze droegen toen ze uit hun huis vluchtten alles kwijt. Dus was er snel hulp nodig. Het is vandaag 1 april. We zijn dus van Bussum naar Ankeveen gefietst. Want daar zou een oeverzwaluwmuur neergezet worden. Nou, dat was dus weer een 1 april grap natuurlijk. De schooitevee is erin gelopen. Maar daarom ben ik maar op het schommeltje gaan zitten. Wonderfeel gaat dit jaar door, dat heeft de organisatie laten weten. Het klassieke muziekfestival op landgoed Schapen en Burg in Schravenland staat gepland op 16, 17 en 18 juli. En kent weer een grote diversiteit aan optredens van topmuzici uit binnen- en buitenland. 60 optredens in totaal. Het besluit het festival door te laten gaan is ingegeven door de positieve ervaringen met diverse fieldlabs en de gestage voortgang van de vaccinaties. Deze 7e editie ziet er toch iets anders uit, omdat er ook van de zomer nog wel coronaproof gewerkt zou moeten worden. Het publiek moet bijvoorbeeld overal kunnen zitten. Elke festivaldag wordt in 2 delen gesplitst, een ochtend-middagshift en een avondshift. Beide blokken duren 6 uur en bieden de keuze uit minimaal 10 optredens. Op de velden van NVC in Naarden organiseerde Versa Jongerenwerk een voetbaltoernooitje voor jongeren. Er hadden zich veel jongeren opgegeven. Het was immers een lang weekend, van Goede Vrijdag tot en met Pasen. En ze waren blij dat er eindelijk weer eens wat te doen was. Sporten is natuurlijk goed voor het mentale en lichamelijk welzijn. Toch ging niet alles helemaal goed volgens het protocol verantwoord sporten. Met andere woorden, de coronaregels. Buitensporten voor jongeren, dat mag. Wedstrijden tegen jongeren van andere clubs mag dan weer niet. 1,5 meter afstand houden hoeft ook niet. Bij de wedstrijdjes 7 tegen 7 werd steeds een kwartier gespeeld. Het was heel koud op Goede Vrijdag. Waarschijnlijk was dat voor 1 opgegeven groep reden om toch maar thuis te blijven. Er was dus een team tekort. Niet helemaal volgens de oorspronkelijke planning vormden de jongerenwerkers een aanvullend team en kon de middag van start. Alleen, die jongerenwerkers zijn deels ouder dan 27. Mensen ouder dan 27 mogen met maximaal 4 personen sporten en moeten 1,5 meter afstand in acht nemen. Dat is nogal lastig als je gaat voetballen. Hopelijk heeft een en ander geen vervelende gevolgen voor de gezondheid gehad. De tuin van Kasteelmuseum Siepenstein is gesloten voor publiek helaas. Maar toen we er toch waren om de paasverrassing te bespreken, hebben we toch nog even een klein rondje gemaakt. De laatste reis van Bibian Mentel mocht niet zomaar ongemerkt voorbij gaan. Zowel haar familie als de evenementenorganisatie Sloep uit Loosdrecht, die ook haar huldiging in 2018 mede had georganiseerd, wilden iedereen die dat wilde de gelegenheid geven medeleven te tonen. Aangezien dat nu vanwege de coronaregels niet persoonlijk kon, werd de oplossing gevonden in de vorm van een erehaag langs de 13 kilometer lange route van haar huis, over de Rading, de Noodweg langs Vliegveld Hilversum en verder door Hilversum naar Crematorium Laren, vlak langs de snelweg. Al ver voor 9, de start van de rit, verzamelden zich honderden mensen op en bij de rotonde vlakbij het gemeentehuis en langs de straten en wegen erna. Op die rotonde werden rood, wit en blauwe rookpotten aangestoken.
hoeft mij niet te beschermen, maar hou me stevig vast. Een teleurstelling maakt sterker, ik ben een en al kracht. Wil je slagen, moet je werken, misschien harder dan je kan. Maar ik beklim die bergen met een lach. Ik beklim die bergen met een lach. Je zou zien dat het mogelijk misschien. Niks kan mij nog tegenhouden. Je moet me maar vertrouwen. Je zou zien dat het mogelijk misschien. Dat het mogelijk misschien.